De stichting Sociaal Plein in Tiel heeft na hun eerste aankoop, de voormalige kerk aan de Dr. Schaapmanstraat, een tweede gebouw bemachtigd. Het Sociaal Plein in Tiel dat is ontstaan 2 jaar geleden. We hebben toen een stichting opgericht en we hebben daar de voormalige kerk aan de Dr. Schaapmanstraat aangekocht. Daar zitten nu 4 stichtingen in. En inmiddels is dat uitgegroeid naar 18 mensen die daar gebruik van maken, 18 stichtingen. En er is ruimte voor een tweede Sociaal Plein in Tiel. Waarbij we nog andere stichtingen die eigenlijk nog geen goede ruimte in Tiel hadden, wilden vestigen. En dat hebben we inmiddels gedaan en dat gaan we hier realiseren. Het concept Sociaal Plein is een tamelijk uniek concept in Nederland. Sociaal Plein Tiel is opgericht om maatschappelijke stichtingen, liefst ambi-gerelateerde stichtingen in Tiel, voor een hele lage prijs te huisvesten, zodat ze eigenlijk maximaal hun kennis en kunde kunnen etaleren voor hun gasten en niet alleen bezig zijn met het werven van gelden om de dure huur te betalen. Met de aanschaf van het gebouw is een bedrag gemoeid van 1,3 miljoen euro. Een lening die hebben we gekregen van de Hoogendijk van Domselaar Stichting in Tiel. Die ook dezelfde doelstelling als ons bijna heeft. Dat is eigenlijk niet alleen het huisvesten, maar ook het zorgen voor minder bedeelden in deze regio. De stichting die bestaat al heel lang in Tiel. Voorheen hadden die heel veel panden in Tiel. Die zijn een keer verkocht. Sinds die tijd zetten ze zich in voor de minder bedeelden in Tiel. Clestio, de kleding- en speelgoedbank in Tiel en de voedselbank hadden al jaren een huisvestingsprobleem in die zin dat zij in panden waren gevestigd waar ze niet de zekerheid hadden om lang in te kunnen blijven. Er wordt nog druk geklust. Clestio is bijna klaar en de voedselbank gaat binnenkort zijn intrek nemen in de voormalige school. Kostentechnisch is het een fantastische oplossing. Wij hebben ongeveer betalen ze hier een vierde en vijfde van de normale maatschappelijke huur. Zodat ze echt goed met hun eigen werk bezig zijn. Degene die hier nu komen, dat is de kledingbank, de Clesteo, kleding- en speelgoedbank, de voedselbank van Tiel, Stichting Schuldhulppaadje en de Stichting Leergeld. En wij zijn ook op zoek naar een 150 vierkante meter een huurder die ook een ambi-gerelateerde status heeft. Om de maandelijkse kosten laag te houden voor de huurders wordt er flink geïnvesteerd in duurzame oplossingen. Met name de servicekosten zijn natuurlijk heel belangrijk voor de gebruiker, want die moeten ze natuurlijk elke maand betalen. Dus die willen we zo laag mogelijk houden. We hebben het pand volledig van het gas afgehaald en met infraroodpanelen de verwarming geregeld. Dat is op zich nieuw voor deze tijd, maar wij hebben er heel veel vertrouwen in dat het goed gaat en dat is ook inmiddels bewezen. Daarnaast hebben we alle lampen voorzien van ledverlichting, dus het geen één normale lamp in het pand. En we gaan het natuurlijk goed isoleren. Maar wat we denken van het buitenterrein? Het buitenterrein is eigenlijk volledig hernieuwd, wordt netjes ingeplant en met grote hulp van GMB uit Opheusden. De stichting Sociaal Plein Tiel heeft nu 2 panden in bezit. Komt er ook nog een derde pand? Laten we eerst dit maar eens afmaken. Maar ik denk dat dan Tiel wel redelijk bezet is. Met name ook omdat de gebruikers die hier zitten mogen ook onderverhuren aan belangrijke stichtingen voor Tiel. Zodat als ze niet 5 dagen het pand eigenlijk gebruiken, kunnen ze dat ook onderverhuren voor 1 of 2 dagen in de week aan een ander. Zodat er zoals in de andere Sociaal Plein in de kerk, de voormalige kerk, daar zitten inmiddels 18 stichtingen in. Terwijl er maar met 4 een huurcontract afgesloten is.